Het is een belangrijke dag vandaag, voorzitter. Het is een belangrijke dag voor al die ouders die al jarenlang zich afvragen wat ze fout hebben gedaan. Niet erachter komen waarom ze als fraudeur bestempeld zijn en gigantische bedragen moeten terugbetalen. Wellicht hebben ze het gedaan binnen 2 jaar door te lenen bij vrienden en familie. Wellicht zitten ze al jarenlang onder loonbeslag en kunnen ze hun kinderen niet geven wat ze nodig hebben. Het is echt een belangrijke dag vandaag. En ik wil dat de staatssecretaris vandaag toezegt wat hij bij Nieuwsuur zei te gaan uitvoeren. Iedereen die zo behandeld is door de Belastingdienst, iedereen krijgt zijn geld terug en een schadevergoeding. Niet alleen CAF. Vanaf 2009 is het besluit genomen, getekend door de jager. Vanaf toen zijn er interne notities over hoe ga je om met het vaststellen of iemand een fout heeft gemaakt. En dat is fraudewaardig. En vanaf toen zijn er zaken. Hij kan wat mij betreft vandaag niet anders dan toezeggen dat dat om al die ouders gaat. Om al die ouders. En ook om ondernemers die zijn gepakt. Want waar ik van schrik als het gaat over die fraudeonderzoeken, is dat er gewoon letterlijk staat dat gastouderbureau zullen we eronder krijgen. En lukt het niet omdat we ze ergens op kunnen pakken wat ze zelf doen, dan pakken we ze wel via de ouders. En dat is niet alleen in de zaak van CAF 11 terug te vinden, ook bij anderen. Ik vind het ook niet kunnen, en laten we dat dan meteen rechtzetten, dat ouders die slachtoffer zijn van frauderende gastouderbureaus of frauderende kinderopvangcentra, dat die alles terug moeten betalen. Pak de echte fraudeurs aan en niet de ouders die nu 2 keer slachtoffer zijn geworden. 7 minuten is in deze zaal altijd erg lang voor een Kamerdebat als het geen wetgeving betreft. Maar 7 minuten is niets op een mensenleven wat kapot is gemaakt door de beslissingen van de Belastingdienst. En de staatssecretaris zei heel deemoedig, ik kan het nooit goed maken. Dat kan niet. Maar ik kan er wel voor zorgen dat we nu in 1 keer schoon schip maken. En ik wil dat de staatssecretaris dat vandaag doet. Anders hebben we een groot probleem. 7 minuten is niets voor mensen die hebben gezien dat hun kinderen de jeugd is ontnomen. Relaties geëindigd, gedwongen verhuisd, geen carrières, depressies. Ieder verhaal, voorzitter, wat bij mijn meldpunt is binnengekomen, of wat onder die CAF 11 valt, of weet ik veel onder wat voor Kafka-teams, is een schandaal. Die erkenning moeten al die ouders vandaag krijgen. Germaine zei het gisteren bij een vandaag, het was een hel. Die hel moet stoppen, vandaag. En geen geprocedureel geneuzel meer, maar dat we wachten op commissies, niet het wegorganiseren van je politieke taak, ingrijpen. Het heeft te lang geduurd. Vandaag gaan we dat regelen. De staatssecretaris heeft gezegd, ik had geen signalen. En ik begrijp daar niets van. In 2010 was er groot in de media dat het misging met Appelbloesem. Een frauderend gastouderbureau waar de ouders slachtoffer van waren. We lezen dat in 2012 medewerkers van Belastingdienst Toeslagen hebben gezegd, dit is disproportioneel. Maar overleg op het ministerie van Financiën en Sociale Zaken leidt tot niets. In 2014 is er weer naar gekeken. Het leidt tot niets. In 2016 komt toenmalig minister van Sociale Zaken Asscher met het voorstel voor de directe financiering. Een van de redenen? De ouders lopen zoveel risico. In 2017 komt de ombudsman met het rapport wat de aanleiding is geweest tot uiteindelijk het speuren in eerste instantie van de heer Omtzigt, daarna ook van anderen. Gesteund door onderzoeksjournalisten en een advocaat die zich erin vastbeet, maar niet door de staatssecretaris. Deze staatssecretaris is een staatssecretaris van altijd te laat zijn. Iets pas doen als er publicaties zijn. Iets pas doen als er kamervragen zijn. Iets pas doen als er een klokkenluider is. Iets pas doen als hij niet anders kan. En ik wil dat dat vandaag verandert. En weet u, voorzitter,
Ik ben met die ouders naar de Belastingdienst gegaan. Ze wilden gewoon hun dossier hebben. Paniek, paniek, paniek. Ze mochten er niet in, want ja, je moet wel een beetje bang zijn voor je eigen mensen. Maar ze mochten er uiteindelijk in, ze zouden hun dossier krijgen. We zijn 3 weken verder, ze hebben nog niks gehad. Andere mensen konden allemaal, werd ons daar bezworen, of naar een belastingkantoor gaan, of de belastingtelefoon bellen om je dossier op te vragen. Dat kan niet. Mensen moeten dat nou schriftelijk doen en moeten nou aangeven wat ze willen weten. Ze willen weten waarom ze als fraudeur worden bestempeld, staatssecretaris. Waarom nou weer procedures om mensen weer af te schrikken? Stop nou toch eens met dat traineren, zou ik zeggen. Het monster van de Belastingdienst kent ICT-systemen wat weer opnieuw begint met invorderingen. Ook al heeft de staatssecretaris gezegd, we stoppen ermee. Nancy, gisteren. Nancy krijgt een brief dat ze een betalingsregeling krijgt, maar zij wil geen betalingsregeling voor haar fraude. Zij wil dat ze recht gedaan wordt. Laila heeft te horen gekregen dat ze haar zaak wel willen herbeoordelen, maar dan krijgt ze geen inzage in het dossier. Een gezin in de Achterhoek heeft vrijdag gewoon te horen gekregen dat ze beginnen met het dwang invorderen van het salaris van de echtgenoot. Waarom? Opzet, grove schuld, u bent fraudeur. En Sensimilia die liet weten afgelopen vrijdag dat haar teruggave van ziektekosten, en die krijg je alleen terug als je hele hoge ziektekosten hebt, voorzitter, dat die weer verrekend is, dat ze erop gerekend had dat ze met die €250 cadeautjes kon kopen voor Sinterklaas. En weer krijgen haar kinderen niets. En dan belt ze die belastingtelefoon en weet ze wat ze te horen krijgt? U bent fraudeur. U kunt maar beter ophangen. Voorzitter, we weten nog steeds niet hoeveel mensen. En ik kan me niet voorstellen dat deze staatssecretaris niet heeft gezegd, ik doe mijn ministerie op slot totdat we het weten. Om hoeveel mensen gaat het? Omdat wij de informatie niet krijgen die wij nodig hebben, voorzitter, vind ik dat deze Kamer een parlementaire enquête moet instellen. Geen mini-flits-enquête, want dan kunnen we geen stukken vorderen. Wij gaan zelf die stukken wel halen als we ze niet krijgen van de staatssecretaris. En al dat angstig gedoe dat we een notitie hebben laten maken over de strafrechtelijke kant van deze zaak, ik snap eigenlijk niet de ophef. Er is hier nogal iets gebeurd. Er zijn hier mensen, jarenlang willens en wetens, in de diepe ellende gestort. Er is geen politieke verantwoordelijkheid genomen op het moment dat je dit kon stoppen. Er zijn ambtenaren geweest die dit heerlijk vonden, weten we uit de WOP-stukken. Die institutionele vooringenomenheid, ja, daar kan je weer een beetje mee depolitiseren, maar dat is in dit geval niet de bedoeling. De overheid hoort mensen te beschermen. Dat is hier niet gebeurd. Het gaat niet om honderden mensen, het gaat om duizenden mensen, misschien wel om tienduizenden mensen. En ik vraag de staatssecretaris welke politieke verantwoordelijkheid hij vindt dat hierbij hoort. Dank u wel, mevrouw Leijten. Dan geef ik nu...